Yo, kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel Blitz Survival Games. En ik zat dus even naar mijn money te kijken en we hebben 4000 coins nodig om deze kit te upgraden. We hebben nu 3700, dus we komen dicht in de buurt. Maar dat maakt verder helemaal niet uit, dat is even een informatie terzijde. Ik heb een beetje last van mijn keel ofzo, ik weet niet. Maar goed, er waren weer heel veel reacties achtergelaten. Wil je nou weten of ik jouw reactie behandeld? Klik dan, als deze video is afgelopen, eventjes op het stukje van vorige video. En dan kan je zien of ik erop heb gereageerd. Of je doet het nu en dan ondertussen deze even pauze. Maar goed, dan kan je dat even zien. En één reactie is me bijgebleven. En dat vond ik een hele logische reactie. En zo logisch dat ik zoiets had van... ik had zoiets van, dit wil ik eigenlijk wel eventjes in de video melden. En dat is als volgt. Iemand zei, als iemand geen body aan heeft, dus je hebt bijvoorbeeld wel legs aan, schoenen, helm, maar geen body, moet je hem op zijn body slaan, want dan doet hij meer damage. En op zich is dat een hele logische redenering. Ik bedoel, je beschermt je poppetje eigenlijk met armor, en op de plek waar geen armor zit, doe je meer damage met hem, of op de persoon. Toen dacht ik van, kan er wel eens legit zijn dat het ook nog echt waar is ook, want het klinkt heel logisch. Dus ik weet niet of het waar is, maar het had best wel wat likes, en ik zag het ook al een keer onder een andere video staan. Dus ik ga ervan uit ja, dat het werkt. Dus ik moet gewoon opletten als iemand bodies aan heeft of wat. Nou moet ik even op gaan letten van... Oké, hij heeft dit... Oh, mijn body is gejat. Damn. Hij heeft geen body aan. Oké, dan sla ik op zijn body. Dan moet ik even op gaan letten of in ieder geval proberen. Maar goed, we zullen zien of dat echt zo is en of het gaat lukken. Ik ben benieuwd. We gaan eerst maar eens even lekker rustig wat kisten looten nu. We moeten toch een beetje gear hebben en een beetje een beter wapen. Hoewel, we krijgen natuurlijk mijn pickaxe, maar ik hou ervan als ik ook nog een sword heb. Hier is iemand. Hoi. Hey, nee, wij gaan vechten. Kom. Hey, kom. Ik wil het op je borst mappen, want jij hebt geen... Oh, damn it. Want jij hebt geen body aan. Kom. Rennen. Kom vechten, go. Ja, kom vechten, kom, go. Do! What the fuck? Oké, hoe kreeg ik hem nou in één keer zo snel down dan? I don't get it. Ik kreeg hem in één keer zo snel down. Oké, go. Duffy, waar zit hij? Hier. Boom, weer in down. Hoppatee, haha. Somme VIP, kom dan. Doop met jullie stomme paard, jongen. Go, Duffy, go. Bam. Hoppatee, weer een belangrijke kill. Ik heb gewoon 3 kills gemaakt al. Wow, oké. Nou, dat gaat heel lekker, dit potje. Ik ben benieuwd of we iets meer luck hebben gisteren. We zijn natuurlijk gisteren door een eigen uitprobeerschot doodgevallen. We zijn gestopt doordat de game stopte ofzo. Omdat de speler, weet ik wat, iemand stopt in ieder geval onze game. En daarna zijn we gewoon geowned, dus... Ja, dat was gisteren ons potje. Heb ik nog wat beters? Deze broek is beter, dat weet ik. Ja, kijk, daar krijgen we iets meer armor van. Dat vinden mensen altijd belangrijk dat ik dat doe. Dus daarom doe ik dat, mensen. Speciaal voor jullie. Hè? Speciaal. Ik ga gewoon voor de grap zo'n koe spannen. Dan gaan mensen waarschijnlijk die koe ook wel focussen. Die gaat de hele tijd met me meelopen. Kom maar, koe. Ik weet ook een boor waarmee ik mushroom stews ga maken. Maar ik heb eten zat, dus vandaar dat we dat niet gaan doen. Er leven toch nog best wat mensen. En ik dacht dat ik al best wat... Ja, ik heb er 3 uitgeschakeld in zo'n kleine map. Maar mensen die hebben zoiets van, weet je, en wij gaan gewoon lekker campen hier. En je ziet me lekker uit. Tijdens een slokje drinken dan maar. Belangrijk, hè, mensen. Goed drinken met dit weer. Het is gewoon heel normaal weer, maar alsnog gewoon goed drinken. Sup, mate. Blijf wel even opletten, hè. Hij was zo van, hey, ik zie een beest in het water. Nee, dan doe ik het zelf. Damn it. Opletten, Guido. Opletten. Oké. Okay. I got this. Ik dacht hem aan? Waarschijnlijk wel. Er zijn meerdere mensen hier achter me aan. Maakt helemaal niet uit. Hop. Oké, dat is een goede voorsprong gepakt. Yes. Dat is een belangrijke sprong. Dat ik eventjes bij deze mensen weg een beetje kom. Want wat ik dus net deed was eigenlijk hetzelfde wat die persoon deed. Gewoon looten
En hopen dat je gewoon spullen kon oppakken en dat je niet gehit zou worden. Dat ging natuurlijk een beetje fout bij mij. Ik heb natuurlijk gewoon een paar hits op me. Maar ik heb me goed hersteld. Dus al zeg ik het zelf, ik heb me goed hersteld. Oh, ik schiet gewoon tegen. Ik denk, wat schiet iemand op mij? Maar ik schiet gewoon zelf tegen een muurtje aan. Dat is niet heel erg slim. Sorry mensen, als jullie nou een keer iets van een gebrommend geluid horen of zo. Ik weet ook niet wat het is, maar ik denk dat hier iemand met een crossmotor zo door de straat aan het rijden is. Ik weet niet waar het nu rijdt, bij mij in de straat ergens, maar vinden ze leuk, denk ik. Ik snap nooit waarom dat moet als ik aan het opnemen ben. Ik bedoel, hallo, ik ben gewoon aan het opnemen, doe ze even normaal, man. Dan heb ik ook zo'n bordje bij mijn deur staan. Geen geluid maken, Guido's aan het opnemen. Nee, dat is een grap. Dat is een grapje. Hé, een kist. Is leeg. Goh, wat een toeval. Hoe kom ik hieruit ook hier? Zo is ook irritant als je zeg maar eruit zou willen en je springt dan daarop. Dat heb ik een probleem. Ja, ik weet niet waarom, maar ik moest dat blokje gewoon even kapot slaan. Daar is iemand. Oh, damn. Klabam. Oh, de hit. Kom op. Hoppa. Hoppa. Ik denk niet dat ik hem dood ga krijgen of zo, maar goed. Het is wel leuk dat ik ook een keer met een boog iemand kan hitten. Hij staat gewoon stil. Ik weet niet wat die meneer aan het doen is. Of meneer, ik noem hem meneer. Ik weet niet wat die persoon hiervan aan het doen is, maar hij staat gewoon stil. Zo van, oh, hebben we vrienden? Oké, dan doen we gewoon alsof we niks doen. Is dat leuk, gewoon doen alsof. Ik ga gewoon ja knikken van ja, komt goed, we zijn vrienden. We zijn vrienden, ja. Hell no, mate. Vuile flikker. Ik wist dat hij me moest naaien, dat wist ik wel. Deze wentjes zijn nooit te vertrouwen in de game. Damn motherfucker. Do not fuck with Duffy. Because Duffy will get you. He will find you. He will kill you. Ik probeer eventjes Iron Boots te krijgen. Zo. Oké, mooi zo. Rennen we nou van deze kant op. En waarom? Omdat ik nu even niet weet waar die mensen zitten. Er leven nu nog 4 mensen. En ik heb inmiddels al 5 kills. Dus ik zet eventjes mijn wapentje zo neer. Zo. Oké, dan. En dan doen we mijn knockback sword hier. Oké, dan. Hier kan ik 2 keer mee hitten. Of 3 keer zeggen mensen dan. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar dat maakt me ook helemaal niet uit. Het zou toch wel weer gaan falen in de deathmatch. Dat weer iemand in de grond zit geglitcht. Of wat dan ook. Mij kennen, dan heb ik zo'n potje. Maar ik heb trouwens weer een boogkill gemaakt. Hey, dat besef ik me nu eigenlijk pas. Dat ik gewoon iemand heb neergeschoten met een boog. Oké, er zit hier iemand in deze tower. Dat kan niet anders dan dat hij hierin zit. Dus dan moeten we de tower maar ingaan, hè jongen. Hey. Als de kills niet naar mij te komen, kom ik wel naar de kills toe. Duffy komt eraan. Niet meer verstoppen. Even kijken, ik moet wel goed op. Ah, daar zit iemand. Er zitten wel meerdere mensen hier. Vuile teamers. We just got a teamer over here. Oké, goed. Hebben we ook even mooi op tijd kunnen zien. Even kijken. There is a team. Lekker hoor, hè? Lekker hè? Even lekker gaan teamen. Oké. Zo, hij heeft de Blitzstar gevonden. Wat een bad boy. Nou weet je, wij gaan gewoon deze kant op. Misschien dat we wel... Oh wacht, we kunnen ashen. Wow. Oké, in één keer komen meneer Peer en meneer Appel achter me aan. La. Oké, rennen. Ik ga hartstikke dood op deze manier. Natuurlijk ook omdat ik zelf tegen die TNT ontplofte. Maar ik moet even gaan kijken hoe wil ik dit gaan doen. Want hun zitten natuurlijk wel achter mij aan. Met z'n tweeën. Wat gewoon natuurlijk een stuk sterker is dan in je eentje. Oké, rennen. Nou moet ik HP gaan regenen. Nu is het heel important dat ik HP ga regenen. Anders dan is het gewoon een verloren zaak. Damn it. Deze was heel slecht. Shit. Oké, dit was echt heel falend. Oeh, die was ook weer mis. Lekker, jongen, die was mis. Lekker, die is ook mis. Haha. Die is ook mis.
Nu moeten ze mij toch wel een keer kunnen hitten. Kom op, zeg. Hit me eens, man. Hé. Hey. Ga eens weg. Ga eens weg. Ga eens weg. Ga eens weg. What the fuck? Waar krijg je een hit van? Oh, tuurlijk. Ze zit ook nog met boog op mij te schieten. Koek. Oké, okay, go Duffy. Go Duffy. Laat je parkour skills zien. Je hebt erop getraind, jongen. In allemaal rage maps. Kom op. Oké, okay, zit weer achter me aan. Ja. Het is mensen waarom ik het zo lastig maak. Kijk, ik kan natuurlijk ook gewoon opgeven en doodgaan. Maar ik heb zoiets van, weet je, jullie teamen, dan gaan jullie ook maar hard to get spelen. En dan heb ik dan ook wel zin in om een keertje hard to get te spelen. Kijk, ze alle twee achter me aan zitten, nog steeds. Zo van, oh, daar hebben we een persoontje. We gaan er achteraan. Ja, jongens, dan moet je me wel eerst zien te vangen. Eigenlijk zijn ze best wel slecht, hè. Twee man tegen één persoon. En dan nog hebben ze zoveel moeite ermee. Als je dat zo beseft, dat is echt best wel slecht. Tijd voor een slokje drinken. Nou, eens even kijken, wat zijn ze nou van plan om te gaan doen? Eén zit daar, maar daar nog. En de ander zit daar. Oh, schoten ze ergens in elkaar. Submite, alsof ik jou niet zie daar. All chests have been revealed. Oké, de chest zit in ieder geval weer vol. Hier zit in ieder geval nu wel één persoon. Oh, wat? Eén tegen één durf je niet? Ja, dan wel, hè? Dan wel, hè? Go, 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 wapentje, go, alsjeblieft. Waarom pak ik hem nou niet? Waarom? Hoppatee. Dat is één van de twee uitgeschakeld. Eén van de twee heb ik uitgeschakeld. Hoho. Dat is really, really important. Hoho. Oké dan. Goed, nou gaan we even rennen om HP te kunnen regenen. Want ik ben benieuwd hoe hij zich nu voelt. Van, oké, jij hebt nou een teamgenoot uitgeschakeld. Nee, this can be true. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk echt waar, jongen. Het is echt waar. Zit je achter me aan? Even kijken. Ja, hij rent daar. Nou, die kan me never pakken hier. Dat gaat je never nooit lukken, jongen. Regel 2 van die Hunger Games. Regel 1 is natuurlijk, ga nooit teamen. Regel 2, ga nooit teamen tegen Duffy. Because he will get you. Of he will find you. And he will kill you. Zo, oké. Okay. Oké dan. Nou, kijken of deze ook nog met elkaar gaan samenwerken. Ik heb inmiddels 6 kills. Dus wat mij betreft heb ik dit potje gewoon gewonnen. Dat is hoe ik het zie namelijk. Maar goed, we weten natuurlijk niet wat de game ervan vindt. We weten wel dat we hier iemand hebben die heel goed kan hitten. Te goed als je mij kan vragen, maar maakt helemaal niet uit mensen. We hebben de deadmatch niet kunnen winnen. We hebben wel 6 kills gemaakt, we hebben een mooi potje gespeeld. Dus zo in my opinion hebben we gewoon gewonnen. Omdat we gewoon die twee mensen hebben zaten achter me aan. Ik heb het heel lang volgehouden. Maar het is natuurlijk niet een officiële win. Dus we gaan lekker nog een map spelen. Daarom doen we nu Cthulhu Island. Nou ja, we zullen zien of we dit potje misschien wel kunnen winnen. Het is natuurlijk erg jammer dat mensen, ja, teamen. Maar goed, ach, hè. We gaan nou in ieder geval in Cthulhu Island. Want ik zag dat mensen leuk vinden dat ik langere afleveringen maak. Dus vandaar dat ik gewoon lekker nog een map doe. Wie wil in onze NL Geld? ILGD. Serieus, Jeroen. Je maakt gewoon, je pakt de tag van I Like Girls Daily on Twitter. Wat een faalhaas ben jij. Nou goed, we zullen zien of wij hier misschien... beter kunnen presteren. Of nou ja, beter. Ik ben eigenlijk gewoon trots op mijn vorige potje. Ik ben er gewoon trots op. Jullie mogen het best weten. Ik schaam me er niet meer voor. Ik ben trots dat ik het zo ver heb kunnen brengen. Weet ik veel. Daar gaan we dan. Oké, daar gaan we dan. Deze kist is slecht. Wat de heck moet ik met 19 sticks, joh? Oké, nou, dit is echt de beste loot ever. Dit is echt... Dat is echt fantastisch. Het is gewoon werkelijk waar. Bellissimo. Oh, die wil ik ook hebben. Oh. Oei. Holy shit. Ik had daar dood moeten wezen. Laten we eerlijk zijn. Oh, die bananas. Die
liggen in een mandje met een laagje stroop eroverheen en chocoladesaus met een bolletje ijs. Damn it, dit was echt levensgevaarlijk. Nou, dit is ook weer troep. Damn it. Er komt er wel iemand aan, dat kan leuk worden. Ik weet niet wat je wil gaan doen, Daantje. Maar ik krijg zo meteen mijn wapen, weet je. En dan kan ik lekker mappen en zo. Ja, we gaan teamen, jongen. Ja. Ja. Kom maar. Ja, ja. Ik knik toch ja, man! Ja, wij gaan teamen, Daan. In je dromen. Nou, op donderen. Andere game. Ga maar een andere game spelen waar je zo graag een team wil uithangen. Bah! Bah, bah, bah. Eigenlijk is het best wel achterbaks wat ik doe, hè. Zo van, mensen zeggen van, hé, hey, wil jij teamen? En dan zeg ik zo van, ja, ja, ik wil teamen. En dan volgens, nee. Maar goed, we hebben wel een dinmint doorgekregen. Een dinmint. Oh, dat is really important. Oké, okay, daar hebben we Larsan, Is, oké. Okay. Zien. Of we hier te maken hebben met een team, we gaan het zien. Oké, hun gaan naar de boot toe. Nou goed, weet je, om aangezien we toch naar de boot gaan, ga ik gewoon lekker even de andere kant op. Want het heeft gewoon geen zin om dan ook die kant op te gaan. Ik dacht, als ze mijn kant op komen, weet je, dan tik ik ze gewoon een paar keer. Maar helaas of gelukkig is dat niet het geval. Het is maar net hoe je het wil opvatten natuurlijk. Misschien is het gelukkig als het een team is, is het gelukkig dat ze niet naar mij toe gaan. En twee individuelen, dan is het jammer. Maar goed, ik denk dat het teamers zijn aangezien er staan nog geen kill messages in beeld en die twee die konden elkaar makkelijk aan volgens mij. Hé, hey, een golden appeltje erbij. Lekker hoor. Nah, lekker. Op het lekker XP vliegt in de rond. Lekker. En er is een kill gevallen. Nou, misschien hebben ze elkaar wel gewoon gekild. Misschien wel, ik weet het niet. Maar goed, maakt ook helemaal niet uit. Daar gaan we ons helemaal niet in zorgen om maken op het moment. Er leven nog genoeg mensen die ja, kunnen vechten. Daarin is deze kant maar eens even op. Hier is ook namelijk nog een kist. Oh. Dat is ook weer troep dit. Dus, ik vind heel veel troep. I need some really good stuff. Nee, dit is ook weer shizzle maar de nizzle waar ik niks aan heb. Daar is ook nog een kist. Ik moet zeggen, de kisten die ik pak, zijn allemaal gewoon nog wel vol. Dus mensen looten zeer slecht dit potje. Niet dat ik het op zich heel erg vind, maar... ze doen het niet echt goed, denk ik. Wij gaan gewoon tussendoor. Om eventueel ja, betere gear te vinden. Ja, ik moet eigenlijk nog even ik moet nog een broek hebben. Als iemand een broek te koop heeft. Ik wil er een kopen. Even een broekje. Holy, en met deze trap is ook flink aangevallen. Hey, jongens. Kijk, hè. Eindelijk, daar hebben we ons favorieten zwaard. Oké, dit zwaard zetten we eventjes zo neer. Zo, oh, zo. Ja, daar hebben we ons eten in de buurt voor het geval als we moeten eten. Ik heb daar wel die kist gezien. Ja, weet je, misschien zit hier lags in. Je weet het nooit. Nee, maar wel een stone sword. Nou, die nemen we ook meteen mee. Gewoon. Just for sure. Dit vertrouw ik niet helemaal. Mijn kompas gaat hier iets te graag heen en weer. Er is hier dus best wel iemand dicht in de buurt volgens mij. Er zit iemand boven me. Aha. Zie, ik dacht al van, er klopt hier iets niet. Oké, weet je, wij gaan er gewoon vandoor. Doei. Ik bedoel, wat wil je doen met je boog? Ik bedoel, je krijgt me er echt niet dood mee. Of in ieder geval, je krijgt me er wel dood mee, maar niet op... Zo, de tering. Oké, die hitte mij van... Die hitte mij toch wel... Holy shit! What the fuck? Ja, gaan jullie eens even lekker vechten. Dan meng ik me misschien daarna er wel mee, als ik zin heb. Zoals nu. Kom hier. Zo. Oké, wie was who's next? Ik ben iets te low daarvoor. Ik ben daar te low voor. Dit moet ik niet willen. Daar ben ik echt te laag voor op het moment. Wat ik wel wil is even proberen om een broek hier vandaan te toveren. Want ik weet dat hij een broek had. Kijk, in ieder geval een broek. Het is niet een fantastisch goede broek, maar het is een broek.
En wij gaan nu gewoon even deze kant op. Zo moet je ook denken, weet je. Kijk, beter een broek dan geen broek. Oké. We hebben inmiddels 2 kills. Dat ging lekker. Die ene kill net, die ging wel erg lekker. Hij boogde mij goed, dat moet ik toegeven. Maar daarna wat hij daarna deed, was gewoon echt crap. Ik weet niet wat hij deed met zijn soort. Hij sloeg boven mij of zo, boven op mijn hoofd of zo. Ik weet het niet, maar dat ging echt helemaal nergens over. Ik weet ook niet wat deze persoon deed. Dat ging ook helemaal nergens over. Maar ja, goed, jij bent dood en daar gaat het om. Dat klinkt eigenlijk best wel grof, hè. Als je zegt zo van, oh bitch, jij moet gewoon dood. En jij moet dood. Oh, jij mag ook dood. Oeh, wat we nu misschien nog nou snel kunnen doen, is even proberen te enchant. Oeh, er leven nog maar 4 mensen. Dat is niet zo smexy. Want ik wil eigenlijk nog even snel enchanten. Je weet het, gewoon even sharpness op je sword. Dus toch even... Even wat beter. We gaan toch even proberen om het misschien nog te kunnen halen. Je weet het niet. Go for it. Go, 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 go. Weer rennen. Nou rennen. Ik kan enchanten, want hier is niemand. Mijn kompas wijst al echt heel de tijd naar achter. Maar ik ga voor de zeker wel even zo staan. Oké, daar gaan we dan. Sharpness, hoppatee. En ik doe het ook even op mijn helm. Wil ik ook even enchanten. Wat voordat ik op mijn helm protection 1 altijd krijg. Hier, hoppatee, protection 1. Goed, en ik weet niet of de blitz er al is gevonden, maar die is natuurlijk wel gespawnd. Ja, wat moet ik hier nou mee doen met een blitzstar, hè? Wat moet ik daar nou mee? Heel simpel. Assassin doen. Oké. Nou, dat ging aardig. Laat ik zo zeggen, ik heb niks hoeven doen. En meneer is dood, het ging aardig. Ja. Meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Ze wist gewoon, het ging aardig. Eigenlijk wil ik nu met iemand vechten. Ik heb nu namelijk HP regen, maar goed. Ik spring 6 keer mis hier en ik zie sowieso geen naam hier ergens in de buurt. Dus dat gaat er vast niet worden. Nee. Die mensen die zitten allemaal nou wel verstopt. Zo van, De derbans gaan beginnen. Ik ga nou even niks meer doen. Nee. Vind ik niet meer. Nee. Die is waarschijnlijk op de boot. Maar ja. Goed, we hebben hier The Blue. Die is niet zo goed. En we hebben hier ook nog een VIP op een paard. Kan ik dat paard meteen killen of niet? Nee, dat kan nog niet. Oké. Nou, op zich is het wel goed dat hij op een paard gaat zitten. Dat is alleen maar slecht hoor. Want dan kan hij heel snel bewegen natuurlijk. Maar het heeft gewoon totaal nul effect. Zo! Holy shit! Wow! Oké, nou ja, we hebben verloren. What the fuck? Oké, op een respectabele manier. GG wel. Oh, nou dan typ het lekker niet. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Vond je dit zo leuk? Vergeet niet om die like aan te klikken. Vergeet niet op abonneren te klikken. En dan zie ik jullie morgen met een nieuwe video. Oh, en trek trouwens ook even Duffy meer. Ik upload daar ook. En heb je nou niet op geabonneerd, doe dat ook eventjes, mensen. Dat is een ander kanaal van mij. En dan zie ik jullie morgen weer. Later, mensen.